Hoe kan je het geraamde stroomverbruik raadplegen en hoe reset je de energiemeter? Om het verbruik te zien, dient de radiator in standby mode te staan. Druk vervolgens op de plusknop. En hier ziet u dan het geraamde stroomverbruik in kilowattuur. Het scherm kan u verlaten door op gelijk welke knop te drukken. Om de energiemeter te resetten gaat u als volgt te werk. Wanneer de radiator in standby mode staat, druk je op de plusknop. En vervolgens druk je gelijktijdig de plus- en minknop voor 5 seconden in. Druk op eender welke knop om het scherm te verlaten en terug naar de standby mode te gaan.